Ik ben Buk de Kruif, stratenmaker, en we staan hier in het Jonge Duivenhok in Woerden. Nou ja, zoals je ziet, het is klein, dus we spelen eigenlijk altijd gewoon op nest, proberen we. Schapjes, nest, tunneltje hebben we. En ja, het zo een beetje een spelletje proberen te spelen. En eigenlijk, ik begin eigenlijk met het seizoen met 75 jongen. Maar we eindigen meestal op 45. Dus we denken eigenlijk dat er 45 in het hok kunnen. Maar dat weten we niet zeker en dat gokken we maar niet ook. Goeiedag, ik ben Martijn de Kruif. Ik ben 39 jaar. Ik kom uit Woerden en ik speel samen met mijn vader onder de naam WBF de Kruif. En ik doe duiven sinds 2011, 2012. In het begin vond ik het niet zo leuk, de duiven. Want ik deed als mijn vader op vakantie was. Maar ja, op een gegeven moment ging ik steeds vaker helpen. Werden wat fanatieker. Kregen we wat meer prestaties. En dan, naarmate de prestaties komen, ja, dan vind je het steeds leuker. Eigenlijk is het systeem. 'S Morgens, nou ja, ziet het hier al een beetje. De bak allerhande. Dat kattenbakkorrels. Grit en van Patagon Multimix. Dat is de ochtend. En we voeren eigenlijk 's morgens een kwart van wat de jonge duiven krijgen. En 's avonds drie kwart. De doffers die krijgen elke avond volle bak. In het begin van de week ook iets meer Gerrie Plus. En naarmate de week voordat we krijgen ze gewoon vlieg. En dan staat 1 tot 2 uur staat het erin. En 's avonds halen we alles weg. Ook voor het ongediert en alles. En dan, dat gaat dan ook naar de jonge duiven toe. En de duivinnen, die voert mijn vader in het begin van het seizoen uit de hand. En als ze 3 gaan drinken, dan stopt hij met voeren. En dan, dat is een beetje ons systeem. En 's ochtends krijgen ook de oude duiven krijgen ook 25% van de dagelijkse hoeveelheid. Alleen ja, met duivinnen is natuurlijk, wat is 25% van iets als je ze uit de hand voert? Maar dat is een beetje op gevoel. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan is mijn vader meer melker dan ik. En die voelt dat goed aan. Dat is nog niet mijn kracht. En gedurende het jonge duivenseizoen, de duiven die worden dus niet gescheiden, want dat gaat niet in dit kleine hokje. Want hoe groot is het eigenlijk? 3 meter. Ongeveer. We hebben het nooit opgemeten. Nee. We hebben het nooit opgemeten. 3 bij 1,80 of zo. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Dus er zit alles bij elkaar. Je vertelde van nou, als ze dus niet goed komen op een nestje, dan halen we de eitjes weg. Deze schapjes hier, die kunnen we zetten als broedvakjes, daar spelen we mee. Ja. Dus in het begin van de week zetten we ze allemaal zo. En eind van de week probeer wat. En ik gooi er ook wel eens een oude duivin bij. Mm-hmm. Om de jonge doffertjes een beetje te motiveren. Ja, gewoon een spelletje, een beetje spelletjes proberen te spelen. Heel veel mensen zullen ervoor kiezen om deze duif op de kweek te doen. Die overweging hebben wij totaal niet gemaakt. Want wij vinden dat als je met de beste mee wilt doen, moet je met de beste voor de dag komen. Dus daarom hebben we gekozen om toch weer op vlieghok te plaatsen. Hij zit nu op een nestje. Daar gaat hij dit jaar niet spelen, want we spelen dubbel wetenschap. Dus dan krijgt hij de duif in 1 of 2 keer in de week te zien. En als hij vroeger is heel lang. En als hij later is heel kort. En misschien ook wel leuk om te vertellen, want we hebben het allemaal over kwekers en over vliegers. Maar hij is in principe geboren hier op het vlieghok. Dus gewoon uit de vliegers kun je ook hele goede jongen halen. En hij komt uit een duif van Adriaan Mirabel. Die heb ik leren kennen in Portugal. En is ook een goede vriend geworden. En die zegt tegen mij van, wil je geen 20 duiven van mij testen? Ik zeg, nou, een beetje gekkigheid. Ik zeg, ons hok is niet zo groot. Geef me 5 goeie. En dat valt natuurlijk allemaal niet mee, want we weten zelf hoeveel we moeten kweken voor een goeie. Dus hij heeft er 4 gegeven. 2 hele bruikbare, waaronder de vader van deze. En die vader die was zelf ook al onze beste jonge duif. Dus die wou ook koppelen aan een goede duivin, maar dat pakte helemaal niet. En, dus uiteindelijk hadden we nog een duivin van Gerrit en Bas Verkerk gekocht op de Golden Ringen Race. Een heel klein duivinnetje. En dat pakte in 1 keer. En
daar is steeds uit geboren. Dus hij was eigenlijk al laat, omdat de eerste paar koppelingen mislukten. Toen dachten we, wat gaan we ermee doen? Maar het was een raar seizoen in de coronatijd. En we gooien hem er gewoon bij en we zien het wel. Aanhaken of afhaken. Maar hij deed meer dan alleen aanhaken. Het was een vooruitvlieger. En we hebben er een hoop schik van, moet ik eerlijk zeggen. En dan beste jonge duif van Nederland. En wat is je wens voor de toekomst? Nou, ik ben bij de Gouden Duif al een keer tweede opeenvolgend geweest. En ik wil eigenlijk nog een keer eerste worden. Dat is al een van mijn grote doelen, een beetje. Wij genieten altijd gewoon op ons hok. We genieten vooral nog dat we het met elkaar doen. Een stukje ontspanning, want we zijn ook altijd druk. Mijn vader is nu met pensioen. Maar ook zijn hele leven gewoon goed gebuffeld. En dan, ja, het samen zijn en een familie. Wij zien het ook wel echt als een familieding, dit. En dan, ja, ambities. Ik wil ook nog een keer de Gouden Duif winnen. Want dat vind ik ook mooi. Maar ik vind een eerste NPO ook mooi. En ik kan ook genieten van sommige eerste in het samenspel. Het is ook hoe een duif komt. Waar komt hij vandaan? Hoe valt hij? De kippenvel op je rug. Dat is ambitie die je elke week wil hebben. Voor ons. Weet je wel? Al doe ik mee van 60 kilometer wil ik winnen. Doe ik mee van 1000 kilometer wil ik ook winnen. Ja. Dus ja, is ambitie is op een gegeven moment eigenlijk een streven. Dan kun je meer praten over streven als ambities.